En terwijl je zo rustig ligt, ontspan je je lichaam op elke uitademing steeds een beetje meer. En laat zo de buitenwereld maar helemaal achter je en kom in jouw binnenwereld. Vrede. Wereldse conflicten tussen landen of bevolkingsgroepen zijn een metafoor voor de innerlijke strijd die jij voert in jezelf. De leus wereldvrede begint bij jezelf is dan ook terecht. Het verschil tussen de persoonlijke en collectieve strijd is slechts een verschil van niveau. De principes die eraan te grondslag liggen zijn hetzelfde. Als je op persoonlijk niveau kijkt, welk conflict speelt zich dan in je innerlijke af? Wie is dan je opponent? En waaruit bestaat deze strijd eigenlijk? Waartegen strijd jij? Het is de strijd tegen dat deel van jouzelf dat gericht is op afscheiding. Het is dat deel van jouzelf dat niet kan zien dat je met alles verbonden bent. Dat niet kan zien dat alles één is. Je voert een strijd tegen je ego. En de reden dat je de strijd met je ego aangaat, is dat je wilt ervaren dat je met alles verbonden bent en dat alles één is. Maar hoe bereik je vrede als je een constante strijd voert? De strijd tegen het ego is onvermijdelijk, omdat het ego onlosmakelijk verbonden is met het grote geheel. Je kunt je ego niet ontlopen. Het ego is de speel van je innerlijke conflict. Wanneer je de stem van het ego volgt, zul je geen vervulling vinden. Het zal je afscheiding laten ervaren. En ongeluk en ellende zullen je deel zijn. Verzet je je daarentegen tegen het ego, dan zul je evenmin vrede vinden in jezelf. Hoe kun je deze strijd dan voeren en tegelijkertijd vrede ervaren? De strijd tegen het ego bestaat hierin dat je het niet probeert te vernietigen door het actief te lijf te gaan. Deze strijd is een strijd van compassie en inclusie. Als je het ego omarmt en simpelweg laat zijn, zal zijn stem verstommen. Het is juist de actieve strijd ertegen die het ego voedt. Wanneer je het ego kunt accepteren als dat deel van jou, dat zorgt voor jouw bewustwording en groei, zal het niet langer in de weg zitten. Dan krijgt het een plek en een functie. Het stelt jou in de gelegenheid om spiritueel te ontwaken. En zo is het ego niet langer iets waartegen je wilt verzetten. Je kunt dan werkelijk vrede ervaren in jezelf. Dus laat vanuit je kruin een bundel wit licht jouw lichaam binnenstromen. En dit witte licht stroomt helemaal naar beneden en gaat via je voeten naar buiten, naar de aarde.
En laat via je aarde dan een energie omhoog komen. En deze energie vult je lichaam en gaat via je kruin het universum in. En het licht van boven en de energie van onder komen samen in jouw hart. En laat dan vanuit je kruin dit licht maar loodrecht naar beneden stromen, via alle chakra's. Eerst via je kruin naar je derde oog. Van je derde oog naar je keel. Van je keel naar je hart. Van je hart naar je zonnevlecht en van je zonnevlecht naar je buikchakra en tenslotte naar je stuit, naar jouw basis. En zo ontstaat er langs je ruggengraat een kolom van licht. Deze kolom van licht is heel stevig en stabiel en straalt een helder wit licht uit. Naar alle kanten. Het is het licht van vrede. Het licht verspreidt zich door heel jouw wezen. En met dit licht verspreidt zich ook de vrede. Heel je wezen is nu gevuld met licht. Heel je wezen is gevuld met vrede. Jij bent vrede. Adem zo de vrede in en de vrede uit. En laat zo de vrede maar langs alle chakra's gaan en ook zo omhoog. En laat het licht van boven en de energie van onder ze maar kracht geven. En laat de vrede maar alles vullen. Heel je wezen is nu gevuld met licht. Heel je wezen is gevuld met vrede. Jij bent de vrede. Jij bent vrede. En adem dan zo 3 keer dankbaarheid in en uit. Dankbaar voor het licht in jou. Dankbaar voor het hart in jou en dankbaar voor de vrede in jou. Jij bent vrede. En zo word je langzaam bewust van je dagelijkse bewustzijn. Namaste.